Connie Tepsi, yeah. Ik krijg de indruk dat jullie haar leuk vinden. Ja. Even opletten, Kar. Buiten zeg eens aan, doe je nog meer natuurlijk? Ja, ik werk met Noise Fox Theater in het land. Ja. En dan? En dat is waarschijnlijk ook het laatste jaar, omdat we geen geld meer hebben. Treurige zaak. Over goede doelen gesproken voor de lotto, hè? Maar ja, dat is het inderdaad. Misschien kijken ze in Den Haag. Ja, nou. Hallo, Poen, graag, deze kant. Veel poen. Ja. Nou, gaat hij? Vorige keer hebben we het ook gedaan, toen met Anita Meijer. Voordat je het weet, zit je erop. Je ziet jezelf, maar je speelt de rol die wij over je zingen. Het is een droevig lied, jongens, deze keer over de kerst die zo eenzaam was. Treurig lied. Naar Truus en kijk vooral eens naar haar vader. Een brok ellende, is een vrouw, een vriend verkoos. Sparretje of dennenboompie komen. Er kwam in stalletje geen ezel en geen ois. Die waren door de echtgenoten meegenomen. Met kerstmis bleek pas goed, ze waren mooi de kloos. Zij een kip zelfs niet betalen. En ook de bakker wou voor ieder koekie poen. Die waren door de echtgenoten meegenomen. Met kerstmis bleek pas goed, ze waren mooi de kloos. Er kwam geen buurvrouw of familie op visite. Een schamel huisje kende kacheltje nog stoof. Met tranen van berouw stond in de sneeuw zijn vrouw. Zo
de ezel en de os naar jaren dwalen. En bij de kerststal kusten zij elkaar.